Duinbrand op Westerschelling, 50.000ste bezoeker rondleiding Bunkermuseum en nieuw vanaf deze week de geschiedenis van Terschelling. Hallo allemaal en welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 14 juli. Afgelopen woensdag tijdens de braderie kwam er ineens een grote hoeveelheid rook het dorp in waaien. Nu woon ik zelf in het dorp en natuurlijk ben ik op onderzoek uitgegaan. En meerdere met mij. Aangekomen bij de Zwarte Weg werd duidelijk dat het om een duinbrand ging. Aan de westkant van het Sijnpaalduin, bij het gevallen bunkertje achter de walvis, was door nog onbekende reden brand uitgebroken. Toevallig was Staatsbosbeheer op het Groene Strand en die waren dus als eerste te plaatsen. Al snel volgden de brandweer en de politie. Met veel mankrachten was het vuur snel onder controle en werd een grotere brand gelukkig voorkomen. Omdat de natuur zeer droog is, geldt dus nog steeds het rook- en stookverbod. Nu begrijpt u waarom dat is. Ook deze week ontvingen wij weer heel veel mooie foto's. Hier een greep uit de inzendingen. En zeer actueel met foto's van de brand. We kunnen de foto's ook gebruiken als achtergrond voor het journaal, dus blijf ze vooral insturen. En even een tip, maak je de foto's met je mobiel, houd je mobieltje horizontaal en zorg voor een hoge resolutie. Zondagochtend is er boven Terschelling, ter hoogte van Midstad aan Zee, een lichaam aangetroffen in zee. Het betreft het stoffelijk overschot van een volwassen persoon. De identiteit en de omstandigheden van het overlijden waren tijdens de opname van dit journaal nog niet bekend. Het Bunkermuseum trekt jaarlijks veel bezoekers. De rondleidingen zijn razend populair. Vrijdag was het een feestelijk moment. De 50.000ste deelnemer deed een rondleiding. Vandaag 14 juli, we staan hier bij de bunkers. De tierenstelling. Ja. En jullie hebben vandaag iets te vieren. We hebben iets te vieren, ja. 50.000ste bezoeker in de rondleiding. 50.000ste bezoeker. Ja, vanaf 2015. En Jaap Spits heeft ze allemaal geturfd. Ja? En die heeft vandaag het laatste streepje gezet bij 50.000. Dus wij verwachten zo de 50.000ste. Dus die komt zo meteen? Die komt zo meteen. Die weet het nog niet. Die gaan we verrassen. Oh, dat is wel heel spannend. Ja. Maar 50.000 in, je zei 2015, dus ja. Ongeveer 8 jaar. Ja, corona eraf. Corona moet je eraf tellen. Ja. Nou, dan hebben jullie toch wel Goed gescoord. Goed gescoord. Ja. 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 En even los van alle bezoekers, ook nog in het bezoekerscentrum. Het is alleen de rondleiding. Echt? Dus alleen? Ja. En met hoeveel rondleiders hebben jullie dat gedaan? Nou, ik denk toch wel. Als je alles doortelt, zullen er ongetwijfeld een 20 geweest zijn. Maar ja. Hoeveel hebben we er nog over, jongens? 12? Die staan er een paar. Ja, er staan er een paar. Ja, 12 hebben we er op dit moment. Maar kan altijd bij, hè? Ja. We roepen vaak mensen op van, goh, als je denkt dat je het leuk vindt, loop een paar keer mee. En heb je er een voorstelling van hoeveel mensen dat er eigenlijk wel niet zijn? 50.000? Nee. Ik denk dat als je hier begint, dat je wel onderaan de weg bent en ook nog wel weer een stuk terug kunt als je ze achter elkaar zet. Heb ik een goede tip? Dan moet je een keer naar een wedstrijd van Ajax gaan. Ja. In de arena. Dan kijk je rond. 50.000 in. Ik denk dat die zijn allemaal in de buurt. Die hebben allemaal grond gereisd. Ja. Nee, maar ontzettend leuk. Ja, dat is ook super. Nou, we wachten dadelijk op de... Ja, en dan gaan we ze verrassen. Ja. En hebben jullie nog een streep idee van, nou, we willen over zoveel jaar zoveel mensen halen? Of? Nee. Dat, weet je, het valt of staat met de vrijwilligers. We hebben zomers gehad, dan liepen we 4 rondleidingen op een dag. En we hebben nu, 2. Soms hebben we de 3, maar het valt of staat met het aantal mensen die de rondleiding wil geven natuurlijk. Maar is dat zo moeilijk, vrijwilligers zijn, of valt dat? Nee, dat is niet moeilijk, maar je moet 2 uur achter elkaar mensen bij de hand meenemen over de stelling en vertellen wat er allemaal gebeurd is. En ja, ik doe het zelf ook en dan denk ik na 2 uur, dan heb ik het pijpje ook wel even leeg hoor. Ja, ja. Dus, maar het blijft heel leuk, mensen zijn heel enthousiast, vragen van alles. Hangt van de groep natuurlijk een beetje af, hè, de samenstelling, maar nee, over het algemeen vinden mensen het super. Waarderen het ook, krijgen vaak fooi
En nee, dat gaat hartstikke goed. Die 50.000 mensen die er zijn geweest, waren dat voornamelijk mensen van de wal of eilanders of misschien wel mensen van overzee? Ja, eigenlijk moeten we dat aan Jaap vragen, want Jaap is zeg maar de specialist in de... Moet mij niks vragen. Uiteindelijk zijn we begonnen te tellen, heel correct, met Hillebrand van Dijk nog, met SML. Die hadden toen voor hun leden, voor €5 konden ze meelopen. En dat hebben we toen twee keer... Die zitten er zelfs bij. Ja. Nee, ik denk dat 90% van de wal komt. Toeristen is. Ja, ja. Ja. Bunkerdag en dat soort dingen. Maar die tellen we dan nu niet mee. Maar daar komen wel veel eilanders. Zijn er ook Duitse mensen geweest die hier geïnteresseerd in zijn? Ja, en we hebben ook wel gewoon Duitse rondleidingen gehad. Ja. 1 of 2 keer per week. Met alleen Duitse gasten. Op het ogenblik doen we dat niet, want die vragen is er ook niet. Maar het zou zo weer kunnen. Okay. En heb je ook heel veel die zeggen, ja, ik kom mijn leven lang al op de Schelling en ik heb nooit geweten dat dit hier was. Dus dat is toch voor heel veel mensen nog een grote verrassing. Ja, kijk. Ja. Nou, we gaan nu in afwachting van de jubilaris, of hoe zeg je dat? Ja, we zeggen dat. Het feestvarken. Het feestvarken, ja. Maar voordat het zover is, hebben wij nog even iets bijzonders. We hebben namelijk vandaag in deze rondleiding onze 50.000ste bezoeker. Maar het is een familie kantkleervisser. Visser kantkleer. Kantervisser. Mooi. Ja. En nou die maar u bent dat? Ja, en dat is mijn vrouw. En u bent dat? Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, en u ook van harte gefeliciteerd. En we hebben een aandenken voor u. Zal ik dat aan u geven? Dat mag. Dan krijgt u van mij krijgt u nog een bos bloemen. Nou, dat is wat gek. Ja? Ja, hartstikke mooi. En al die mensen die vreselijk teleurgesteld zijn. Mijn voorstel zou zijn om eerst de rondleiding te doen en wij nodigen u daarna uit voor koffie, thee, gebak, slagroom, frisdrank, even waar u zin in heeft. Nou, dat is wel een beetje. Dus dat namens de club willen wij u dat nog aanbieden. Ja? Nou, bedankt. Grote verrassing. Ja? Ja. Bent u al eerder met de rondleiding geweest of is dit de eerste keer? Ja. Heel mooi. Ja? Ja. Ik hoop dat u het met plezier leest. Ik heb er eens in gebladerd, maar nog niet gekocht. Maar nog niet gelukkig. Mag ik kort even vragen, waar komt u vandaan? Beste zwaar, oorspronkelijk Ter Schelling. Ja, zie je wel. Ja, zie je wel. Er zit toch iets in Ter Schelling en Link? Hoorden. Van de slager. Van de slager? Ja, mooi. Hè? Ooit. Ooit? Ja. Goh, dat is al heel lang geleden. Dat is 1960. Bij ons in Amsterdam zijn we van de melk. Gaan we even arrangeren. Zo. Wat Jord net schetste ook, dat we in het zomerseizoen soms 4, ook wel eens 5 rondleidingen op een dag hadden. We hebben 1 keer 7 gehad. Ja, dan liep ik er 1 om 10 uur en 1 om 2 uur 's middags. Dan moest ik s'avonds echt wel aan het infuus hoor. Dus, en hoeveel mensen denk je in de groene weide. Kom verder. Vorige week hebben wij bekendgemaakt dat Stichting Zeesleepboot Holland niet meer de haven van Terschelling zal invaren na meerdere aanvaringen met de kade. Nu moeten wij helaas melden dat de stichting Guusje, die de excursies organiseert, bekend heeft gemaakt dat ook de geplande activiteiten deze zomer niet doorgaan. De speciale weken in juli en augustus 2023 zijn helaas afgelast. Een bijzondere ontmoeting. Michel kwam in de avond bij het Drenkelingenhuisje een kajakker tegen die richting Ameland ging. Ja, soms heb je hele bijzondere ontmoetingen. We zijn hier voor een fotoshoot, gingen wandelend naar het Drenkelingenhuisje. Het zag een kano voorbij komen. Stijn, vertel. Jij bent een echte kano-fanaat. Ja, ik kies ervoor om mijn vakantie zo te gebruiken. Ik ben 5 dagen geleden vertrokken in België. Ja, je bent in België vertrokken? Ja. En ik... Al kanoend. Ja.
Ja. Kajakend. Kajakend, oké, okay. Sorry. Kajakend. Het is een zeekajak, moet ik dat zo zeggen? Zeekajak, ja. Een goede boot, een expeditieboot. Ik heb er een zeiltje op. Ik had gedacht elke dag 100 kilometer te doen. Maar het begon met wind tegen. 3 dagen wind tegen. Dus zo, ja, weet je, ik heb mijn plan bijgesteld. In plaats van tot Denemarken te varen, heb ik nu het idee om de volledige Waddeneilanden, de Nederlandse en de Duitse Waddeneilanden af te varen. De Duitse er ook nog even bij. Ja. Proberen. Maar ja, deze zijn veel mooier, joh. Ik geniet er immens van. En elke dag een stukje verder. Meer hoeft er niet. En hoe doe je dat dan? Heb je spullen bij je? Ja, in de boot heb je eigenlijk een laadruimte van achter, een laadruimte van voor. Ja. En daar heb ik alle materiaal mee. Ik kan 10 dagen mijn plan trekken. Dus je hebt eten, drinken, alles bij je? Je wil die boot niet opheffen. Ja, die wil ik zo wel even zien. Ja. En als je dan zo onderweg bent, hoe zorg je ervoor dat mensen weten waar je bent? Ik heb veel oplossingen. Ik heb een zendertje. Ja. Dus mijn vrouw en kinderen volgen mij minuut per minuut. Die zien hoe ik opschiet. Ja. En die zien ook als ik niet opschiet. En dan ja, berichtjes. Hè. Ik heb hier mijn telefoon. Dus elke keer als het zo zit doet, dan weet ik dat mijn supporters daar zijn. Ja, ja. En hoe laat je je telefoon op doen? Ik heb een zonnecelpaneeltje mee. Dus daarnet was het even zon. Pakte ik een pauze. ik heb 4 powerbanks en zo kan ik mijn plan trekken. Ja, ja. En overnachten, hoe doe je dat? Ja, mag dat gezegd worden? Tuurlijk. Dit wordt zaterdag uitgezonden hoor, dan ben je alweer verder. Ja, weet je, ik heb ook mijn tent mee, slaapzak, luchtmatrasje. Mijn principe is spoorloos. Rondreizen, dus niemand die ziet dat ik er eens geweest ben. Ik laat niets achter en ik maak lange dagen. Ik vind mij 's avonds een plaatje en 's morgens vroeg. Ik denk vandaag was ik al om 6 uur weer weg. Ja, dus niemand die mij ziet, niemand die lacht. Nou ja, wij hebben geen last van je. We dachten vooral van, goh, waar gaat hij naartoe? Maar weet je, daar heb ik zo zitten over nadenken. Ik ben afkomstig van België, maar ik woon in Noorwegen. Ja. En in Noorwegen heb je de right to roam, de allemansretten. Dat betekent dat je overal mag kamperen, zolang dat je de natuur respecteert, zolang dat je de mensen respecteert die daar wonen. Dat is echt vrijheid. Daar geniet ik geweldig van. En als ik hier dit stuk natuur van de Waddeneilanden zie, weet je, het is zo prachtig, zo uitgestrekt. Kan een paradijs zijn voor zeekajakkers. Ja. Laat die mensen dan ook de mogelijkheid krijgen om met respect voor de natuur een tentje op te zetten. Dit is een walhalla. Nee, nee. We zullen het doorgeven aan de gemeente hier. Jij gaat zometeen verder, want je moet 4 kilometer. Ik leef op het ritme van de getijden, dus dat heb ik al geleerd op de Waddeneilanden. Ja, ja, en naar Ameland is best pittig hoor. Dus ja, het is pittig. Ik plan mijn oversteken elke keer goed. Ik weet waar ik aan begin. En rond 9 uur begint de stroming af te nemen. Dan kijk ik als ik de bocht kan nemen. En dan lig ik klaar om dan morgen de oversteek te doen. Nou, dan wens ik jou een behouden vaart. Ja, dankjewel. En ik zou zeggen, doe de groet aan Ameland. Ja, zal ik doen. Dankjewel. Dank je dan. Er is een nieuw boek gepresenteerd waarbij veel verbinding is met het eiland. Aart Kramer maakte de volgende reportage. Kijk, ik ben Irina Fielser en ik woon op de Schelling sinds 12 jaar. En ik ben illustrator. Hey, hallo. Ja, gaaf. Wat heb je dat mooi gemaakt? Mooie tekeningen, echt heel gaaf gemaakt. Ja, vind je? Ja, echt. Ik wou het vrouwtje meteen eigenlijk eventjes vragen. Weet jij weet welke pagina dat is? Uit mijn hoofd. Maar echt, moet je kijken. Moet ik even pakken. Nou, vertel maar even wie jij bent en wat je doet. Nou.
zal ik eerst mijn boek even aan de kant. Nou, mijn naam is Inge Besaris. Ik ben momenteel vooral schrijfster. Maar ik ben heel veel op de Schelling geweest met Theater Snater. Want samen met mijn man Chris maakten wij voorstellingen. Of doen we eigenlijk nog steeds, maar we spelen het niet meer op de Schelling. We hebben in ET 10 gespeeld. Chris zit in de Mannen van Hey. Die komen deze zomer nog 3 weken. En dat is het eigenlijk. Dus ik doe vooral dingen die ik leuk vind. Ridder Tim. Ja, dit is Ridder Tim. Ja. Dit was het eerste boek wat uitkwam bij Lemmeskaat van mij. En die heb ik verkocht bij de voorstelling Ridder Tim. Het is min of meer hetzelfde verhaal. Maar het voordeel van een boek is, daar kan veel meer. Omdat je geen rekening hoeft te houden met de zwaartekracht en met hoeveel handjes je hebt. En, en het leuke van op de Schelling spelen en daar kamperen, was dat ik ook achteraf van mensen hoorde hoe het in de smaak viel, dat boek. Dus dat was wel een hele luxe positie eigenlijk van hier. Hey, en waar gaat Takkenhoofd over? Ja, ik zal hem er even bij pakken. Ja? Kijk, dit is het. Ja. Tadaa. Sophie is een kermiskind, maar woont tijdens het kermisseizoen bij haar opa. Die woont in een klein huisje in het bos. En Sophie merkt dat er iets is met opa. Maar ze mag er niet over praten. Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. Wat zou jij doen als jouw lievelingsopa, bij wie je een deel van het jaar woont, een geheim heeft waarmee hij zichzelf en jou in gevaar brengt? Oh, dat was degene. Deze heb ik gezien. Ja, precies. Dit is een aard. Kijk. Deze heeft het allemaal veroorzaakt. Deze stond toen op Instagram, waardoor ik dacht, ja, maar Irina moet het doen. Ja. En in hoe ging dat met het illustreren? Kun je daar wat over vertellen? Hoe dat... Inge die belde mij dus op. En met de vraag, ik heb een kinderboek geschreven. Zou je het leuk vinden om die te illustreren? Het wordt uitgegeven door Lemmeskaat. En toen had ik dus zoiets van, ja, natuurlijk. Toen las ik het en gelukkig vond ik het een ontzettend leuk boek. Een heel fijn verhaal waar meteen allemaal beelden kwamen. En Jesse van Lemmeskaat, het opperhoofd, die zei van, is goed, maar dan moet je wel eerst even een testillustratie maken. Dus dat waren de spannendste 2 weken van mijn leven. Ik kan hem ook wel even laten zien. Zo, ja, laat maar zien. Zal ik hem even pak hem er maar bij. Ja, is leuk. Kijk hoor. Het ging in het verhaal dus over... er kwam een carousel, een draaimolen in voor. Nou, die zag ik meteen voor me en die wilde ik echt gaan maken. Dus deze, daar ben ik 2 weken non-stop, dag en nacht... mee bezig geweest met potloden en acrylverf. Ja, en, prachtig is een beetje het nabewerken in de computer, want er is nog een plantje bijgekomen en wat bomen hier zo en wat schaduw. En, dus ik heb hem in de computer nog wel afgewerkt. En ik weet dat je hem naar mij toe stuurde en dat jij hem eerst naar mij stuurde en zei, denk je dat dit wat is? Ja. Ik zeg, ik zou hem nu insturen. En toen was het ook nog feestdag of iets dergelijks. En toen had jij je al voorbereid, nou dat zal wel na het weekend worden. Ja. En toen kreeg je geloof ik binnen een uur was het rond, ja, hè? Ja, toen kreeg ik een e-mail van Jesse met ik word hier heel blij van. Ja. Dit zijn de eerste boeken, dit was mijn allereerste boek samen met Richard van der Veen. Sprookjes en zagen van de Schelling. Je hebt ook vormgegeven en geïllustreerd. En daarna kwam Wonderlijke Waarheden van de Schelling. Samen met Aard ook. Aard heeft de potloodtekeningen gemaakt. En dus Richard ook weer geschreven. Dat was mijn tweede boek. Nou ja, en daardoor wist ik echt wel van dit is het. Dit wil ik. Maar ik miste wel eigenlijk toen ik echt merkte van dat illustreren. Dat is echt mijn passie. Dat vind ik zo ontzettend fijn om te doen. Toen miste ik wel een beetje een opleiding daarin. Dus toen ben ik verschillende workshops gaan volgen in de loop der jaren bij Vlaamse, bij Franse, bij Nederlandse topillustratoren. Philip Hopman van Boer Boris.
Oh ja, bijvoorbeeld ook. En Karel Kneut, Rebecca Dautremer, dat zijn echt waanzinnig. Gerda den Doven, dat zijn echt top illustratoren. Zoek maar op. daardoor heb ik me wel kunnen ontwikkelen. Dingen, ja. Dingen. En dingen. En dingen. Ja. Hoe gaaf. En het verhaal op zich is natuurlijk ook erg leuk. Volgens Michiel en de meiden. Hè? Ja, ik ben nog niet zo ver, maar... jullie hebben een leuke actie op de avondmarkt. Ja, 22 juli gaan we hier buiten gaan we zitten. Gaan Inge en ik allebei gaan we zitten signeren. En misschien wat voorlezen. Een beetje een... Ja, dat is van 6 tot 9, 10 ongeveer. Kan iedereen lekker langskomen. En wie enthousiast is, die kan bij jullie aan de stand lekker meeluisteren. Ja. Leuk. Gaaf. Ja. Het is gezellig. Hey, en nog plannen voor de toekomst? Zeker. Ik ben alweer bezig met een nieuw boek. Waar ik niet heel veel meer over ga zeggen dan dat het speelt op een eiland in de Waddenzee. Tijd voor kunst met een grote T. Jetse ging weer op pad met zijn kleindochter. We zijn hier bij de Oostertuinstraat en ik ga nu aankloppen. Kijken of ze thuis is. Hey Marit, goedemiddag. Kom verder. Waarom bent u met dit werk begonnen? Het werk met glas, dat is op mijn pad gekomen omdat ik gestopt ben met glazuren. Ik was keramist. En de klei... heb ik de klei gelaten en ik ben gegaan voor glas, omdat glas zo vreselijk mooi een spel maakt met licht. Had u ook een opleiding? Ik heb een opleiding als docent handvaardigheid tekenen, tweede graad. En ik ben afgestudeerd in keramiek. En nou ja, dat is eigenlijk een leven lang een groot feest geweest om met keramiek bezig te zijn. Had u ook iets anders voor dit werk gedaan? Nou, wat ik al zei, keramist. En omdat ik sinds 1989 op het eiland woon, ben ik ook een enorme verzamelaar van spullen op het strand. Het beroemde jutte. Ik kan heel moeilijk mooie takken, stukken touw, whatever, die sleep ik allemaal mijn hol in. En eigenlijk is het samenvoegen van delen, is eigenlijk het grootste uitgangspunt in mijn werk. Dus dat is vaak ook glasdelen, delen van hout, steen. En zo bouw ik aan objecten. Hoe krijg je vorm in het glas dan? Vorm in het glas, dat heeft één belangrijk ding is nodig en dat is hitte. En daar gebruik ik een brander voor. Ik kan... Je zegt dat glas heeft een smelttraject. Dus als je het warm maakt, dan zitten er allerlei gradaties in van bewegen, van buigzaam naar heel bewegelijk naar vloeibaar. En dat is mijn werkgebied. En dan kan ik in dat gebied kan ik blazen. Dus dan werk ik met uitgangspunt een buis en blaas ik een vorm. Of ik werk met, dat kan ook in holle kralen. Dit is een buisje en hier in het midden zit een gaatje. Dus dan werk ik glas om elkaar en dan blaas ik het tot een bolletje. Als ik die eraf haal, pok, twee gaatjes, dan krijg ik er colliers van. Dus er is heel veel te doen met glas in vorm maken. Hoe kom je eigenlijk aan je glas, want je woont op Terschelling? Dat is een goede vraag. Ik koop mijn glas in Tilburg. En in Tilburg hebben ze een hele grote kastenwand met glas uit Murano, glasstaafjes. En Murano is een eilandje naast Venetië en daar komt zeg maar het wereldberoemde glas uit de fabrieken, de Moretti-fabrieken. Dat is één deel, daar maak ik voornamelijk...
glazen holle kralen mee. En daar rijg ik sieraden van. Ik werk er ook wel mee dat ik ermee sculptuur. Want het heet zacht glas. Dus dit is een Guardian Angel. En die is uit zo'n staafje ontstaan. Als smeltend en kneden. Komt mijn keramische achtergrond weer naar boven. En verder werk ik met technisch laboratoriumglas. En dat koop ik bij bedrijven die dit maken in hele lange buizen. Die komen binnen, 1,50 meter. Daar snij ik stukken van. En dan maak ik er kleinere blaaspijpen aan beide kanten. Zodat ik uiteindelijk daar volumes mee kan blazen. Bijvoorbeeld tot een champagneglas. Dit is nodig om dat te kunnen blazen. En tussendoor hebben ze inmiddels ook kleuren. En kan ik er van een dikke glasstaaf trek ik. Als ik een stukje warm maak, trek ik dunnere glasdraden en daar schrijf ik smeltend lijnen mee op het glas. Zo voeg ik kleur toe. Want het maffe is, hier op het strand ligt alles wat een voorwaarde is om glas te maken. Dat is kalk van de schelpen, zand, plenty, en soda, dat is het zout uit de zee. Dat is zeg maar het basismateriaal. Als je dat verhit, dan heb je op de bodem van je pan niet meer een bult zand, maar een glaslaagje. Ik zie daar nu een mooi ding staan. Wat is dat eigenlijk? Bedoel je deze? Ja. Het is een koraal in wording. Aan dit knijpertje laat ik zitten, want daar moet ik even nog iets aan afwerken. En dit... Dit soort werk ontstaat uit simpele glazen staven waarmee ik vorm. Geeft u dit ook nog een mooi kleurtje of gaat u dit gewoon wit-grijs? Dit is de kleur van het glas, maar als ik het hoger hou, zie je dat? Ja. Dan wordt het steeds lichter van kleur. Ik zie daar ook scharen liggen, maar het lijkt mij heel raar om glas te knippen, want... Ik denk dat het levensgevaarlijk dan is. Ja. Want als je bij bierglas zo op de straat zoekt, ja, dan kan je er niet zomaar knippen. Nee, glas kan je niet zomaar knippen, klopt. Glas heeft een moleculaire structuur en die noemen we solide. Maar op het moment dat mijn glas vloeibaar is, dan kan ik erin knippen. Ik heb een heel klein voorbeeldje. Bijvoorbeeld dit bloemetje. Zie je dat? Ja. Daar heb ik knipjes gezet. Knip, 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 knip. Tussendoor. En die gekke gefrummelde glasstukjes, die heb ik weer laten terugsmelten tot bolletjes. Mooi. Ja. Gaat u met dit werk nog door? Of denk je van, ik heb ook nog een ander beroep die ik heel, heel, heel leuk vind. En denk ik dan dat je het ook gaat uitproberen? Ja of nee? Glas heeft zoveel facetten dat ik de rest van mijn leven bezig blijf om überhaupt alle aspecten te kunnen uitvoeren die ik zou willen uitvoeren. Glas heeft namelijk is verbonden aan een aantal natuurwetten. Dat is de belangrijkste gereedschap van een glasblazer is zwaartekracht. Als het glas gesmolten is, dan weet je dat als je het stilhoudt, dan valt het naar de grond. Dat is de zwaartekracht, maar die kan je ook gebruiken als je iets wil laten bewegen. Dan laat je de zwaartekracht zijn werk doen, dan heb je een hele sierlijke natuurlijke vorm. Centrifugaalkracht is een hele belangrijke. Bijvoorbeeld om... een voet van een glas te slingeren, dan is het slingeren van het glas, van vloeibaar glas, maakt dus dat je met een grafietvinger
mijn eigen vinger zo eraf fikken, dan al draaiende kan ik mijn glas vormen. En dat zijn allemaal dingen die gaan over ervaring. Ervaring, ervaring. Ik moet leren de kleur van glas, als het heet is, zo te kunnen zien. En dat is eigenlijk kijken in lava, want het wordt een soort lavakleur. En dat houdt nooit op. Dat houdt nooit op. Ik zie dat je ook een ketting om hebt. En ik weet dat dit van zilver is, maar is dat ook van zilver? Dit is zilver en dit is glas. Van een glasstaafje heb ik glazen ringen gemaakt. En die zijn nou altijd bij me. Ik heb altijd mijn glas bij me. Maar waarom heeft u die dan om? Want je kan toch ook gewoon zilver in de winkel kopen? Ja, ik heb deze ketting gekregen en die gebruik ik als drager van mijn eigen... Hoe noem je dit ook alweer? Hoe heet dat bij jou? Dit is een hanger en dit zijn drie hangertjes van glas. Maar maakt u ook kettingen, echt van echte kettingen, ook met die bolletjes? Ja. Van kettingen bij een boot of zoiets? Ja. Ja? Maak ik ook. Voor echte boten? Of gewoon in het klein? Ik maak ze in het klein. Een glazen ketting. Ik dacht dat u echt hele grote maakte. Dat kan ook. Kunnen we het ook laten zien hoe je het doet? Ja, kan ik. Dan zet ik even de zuurstofgenerator aan, een beetje herrie. Ik ben nu een staaf aan het verwarmen. En die ga ik heel langzaam rondzetten tot een rondje. Ik ben nu een extra staafje aan het verwarmen. En dat wordt zeg maar een steunstaafje. Dan maak ik even een korte verbinding. Het is niet echt versmolten, maar het is even een tussendoor. Smeltertje. En dan ga ik nu proberen het oog te sluiten. Een van de eigenschappen van glas is vergelijkbaar met water. En dat is wel leuk, dat is namelijk dezelfde transparantie. Dat als water, zeg maar als druppel, uit elkaar valt, gaat die altijd een bolletje worden. Dat doet glas dus ook. Dan ga ik proberen of ik hem los krijg. Zo heet is het. En dan werk ik. En opeens hebben we een glazen ringetje. Zo. Vast. Ga ik maar even lossmelten. En weer gebruik maken van de zwaartekracht. En dan rijg ik er weer eentje aan. En eentje aan de andere kant. En nu ga ik hem sluiten en dan zitten er opeens drie aan elkaar. Die zit vast. Voep, weer los. En ik kan het nog steeds niet met mijn handen pakken, maar nou zijn ze alle drie aan elkaar. Want dit glas is nog wel 850 graden. Dan kan je een behoorlijke een brandwond krijgen. Een nieuw item op Terschelling TV. Hessel duikt samen met Richard Gorter in de geschiedenis van Terschelling. Vandaag deel 1 van Open Universiteit Terschelling. Ik zit hier bij Richard Gorter.
Richard Gorter is een zijn hele leven zeeman geweest, loods. Gewoon zeeman ook, neem ik aan. Ja, ook gewoon zeeman. Ook gewoon als zeeman. Zagvoerder zelfs. Ja. Jaren. Ja, was toch kapitein gewoon. Ja, ja, ik ben na mijn nooddienst, heb ik weer een meer dan 10 jaar nog weer als zagvoerder geworden. We gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van de Terschellinger zeevaart. De Terschellinger zeevaart is een rijke geschiedenis en Richard heeft daar onderzoek naar gedaan en die heeft daar van alles over opgetekend. Dus nou zitten we bij Richard, want dan kunnen we eens even horen hoe zit dat nou eigenlijk met die zeevaart op de Schelling. We weten natuurlijk allemaal Willem Barents en de walvisvaart. Maar er was nog veel meer. Ja, precies. Maar waar begint die geschiedenis eigenlijk? Er was heel veel meer. De geschiedenis begint eigenlijk met het ontstaan van Schelling. Schelling? Dat was een stukje van Terschelling. Mm-hmm. Er waren twee stukjes zand. Eén was Schelling en de andere was Uxalia. Ja. En daar lag een sleng tussen. Mm-hmm. En die zijn ongeveer in 1000 aan elkaar gekomen. Het eerste gedeelte van Terschelling was het oosten, Midsland en omgeving. Striepenkerkhof, dat gebied, was rond 800 bewoond. En West en Terschelling, Westerschelling, dat was rond 1000. Dus zeg maar. Dus die kant was eerder bewoond dan deze kant? Ja, die kant was wat eerder bewoond dan. Want waar liep dat ongeveer, die grens? Die grens, nou die moet je rekenen, het was een duingebied. Dus eigenlijk achter Bornholm, halfweg, daar liep het. Daarna was het Vuxalia? En daarna was het een stuk wat bewoond was Vuxalia. Okay. En dat is uit de geschriften heb ik dat gehaald. Dus. Ik neem aan dat ik iets citeer wat op waarheid berust. Ja. Maar vanaf ongeveer 1000 zeg maar, begon Terschelling gestalte te krijgen. En West-Terschelling kreeg eigenlijk pas gestalte rond de tijd dat Kampen zich enorm begon te interesseren hier voor het zeegat. En voor de handelsvaart, want Kampen was een hele bekende handelsstad. Dus vanuit die tijd. Maar alvorens, Hessel, we dat gaan doen, wil ik een stapje terug doen om de wordingsgeschiedenis van deze omgeving ook aan te geven. Ja. Want dat is toch wel bijzonder interessant. Hoe is het eigenlijk gekomen dat op dit stukje zand en hiernaast ook Vlieland en ook Texel, dat die zo belangrijk zijn geweest, honderden jaren voor de Nederlandse scheepvaart. En dus gezorgd hebben voor een enorme bron van inkomsten. Ja. En dat wil ik graag met je belichten. En dan met name de rol van Terschelling. En dan neem ik Vlieland er even bij, want dat lag aan hetzelfde zeegat. Precies. We gaan terug, Hessel. 45.000 jaar geleden was het de ijstijd. Moet je voorstellen, dit gebied waar wij zaten, dat lag onder meters ijs. En tot aan de Doggersbank toe was de hele zee was vastgevroren. Lagen grote gletsjers en dat was een gebied wat je nu ziet, zeg maar, als je naar de Noordpool gaat. Ja, zoiets. Vanaf 45.000 kwam de klap erin door wisselingen van de natuur. Begon, klimaatverandering. Klimaatverandering, ja. Hadden we toen ook al. Ja, bedoel ik. En was er geen stikstof. Geen auto's. Geen auto's. Niks. En dat is heel leuk om te vertellen. En hadden we ook nog geen natuur, komen we straks als zeevaren er ook nog op, hoe die natuur hier gekomen is. Maar het begon te smelten. Toen lag de zeespiegel, doordat er zoveel ijs lag, was die zeespiegel die was 200 meter lager. Als nu? Als nu. Want de Noordzee was vroeger een bosgebied. Ja, de Noordzee, dat wat ik je vertel, toen het begon te dooien. Tenminste, wat nu de Noordzee is. Ja, het was gewoon groot tundragebied. Ja, ja. Enorm tundragebied. Hier liepen mastodonten, hier liepen mammoeten, sabeltandtijgers, noem ze maar op. Het was één groot gebied. En het was ook prachtig. Hier de Friezen, het volk, wat hier in het noorden woonde, ongeveer van de Wezer tot aan België toe, tot Zeebrugge, Oostende. Die hele kustlijn, daar zal ik je straks nog wel een tekeningetje van laten zien. Daar woonden de Friezen. Ja. En, die waren nog gewelddadiger dan de Noormannen. Ja, ja. Gevreesd door de Romeinen. Ja. Dat waren de verschrikkelijke Friezen. Het waren ondernemende mensen. Ze moesten knokken tegen de natuur en de beesten. Het waren jagers en vissers. En ze gingen tot aan de Doggersbank,
wat toen het Doggerland heette. Doggerland. Want daar gingen ze helemaal, tot zover gingen ze de ruimte in. En dat was dus duizenden jaren voor ons. Ik kom even terug op het smelten. Zo'n 45.000 jaar geleden begon dus de smeltingen, de omzetting in te zetten, dat we weer naar een ander klimaatpatroon gingen. En dat smelten ging heel geleidelijk. En nu doe ik een grote stap tot ongeveer 9000 jaar geleden. Toen was het water was opgekomen, al was behoorlijk gestegen. En van honderden meters teruggegaan, toen was het niveau zeg maar nou, een meter of 10, 12 lager dan het nu is. En toen kwam er een enorme doorbraak. De landbrug, Frankrijk die aan Engeland vastzit, zo'n 9000 jaar geleden brak door. Nou van Calais. Ja, Nou van Calais ontstond toen. En toen kwamen er twee hele grote hoofdstromen die waterdoorvoerend waren, waar dus later ook schepen konden varen, die kwamen in een grote tundragebied. We doen nog weer een stapje terug, dan zitten we zo'n 5.000-6.000 jaar geleden. Dan zitten we bij ons hier. Er begonnen, toen was het niveau zeg maar nog 5 meter lager van de zee, het gemiddelde niveau dan wat we nu hebben. En er begon, er was een enorme depositie geweest van grote blokken stenen, die hebben we nu. Jij hebt ook gevist, en boven Texel, de Texelse stenen. Ik heb niet gevist hoor, mijn broertje. Oh, jouw broer. En ik dacht dat jij ook al eens hebt meegemaakt. Nee. Maar goed, en had je... Ik word zeeziek. Oh, kijk eens aan. Ongelooflijk. Ja. Terwijl je altijd op het water zit. Dat maakt niet uit. Maar goed, we hadden een gebied hier boven Texel, de Texelse stenen, waar nog hele, een hele grote depositie is voor stenen. En we hadden natuurlijk de stenen in Drenthe, de Hunebedden, allemaal die uit Scandinavië gekomen waren. En heel veel grindafzettingen en noem het op. Die lagen allemaal in die Noordzee waar we heden ten dagen nog van profiteren. Hoe dan ook, 5.000-6.000 jaar terug, niveau nog een meter of 5 lager dan we nu hebben. En toen kreeg de zee meer vat, die begon te stuwen. Dat water dat had nog invloed op de bodem, die begon het te krijgen en dat begon te overstromen. De kustlijn kwam steeds dichter en er werden de strandwallen. Maar toen was de Noordzee al verdronken land, of niet? Er was de Noordzee, toen was hij nog steeds, zeg maar zo'n 5000 jaar terug, konden onze nomaden, onze, de Friezen, als ze op pad gingen, konden ze nog altijd wel een kilometer of 30. Maar dat is niet zo diep, hè? Nee, het gaat geleidelijk af. Hier, zeg maar, in de route staat zo'n meter of 20. Ja. Gaan we de diepwaterroute, nou, dan komen we op een 40 tot 50 meter. Dan krijgen we weer verderop naar de Dogger, krijgen we, loopt het weer wat op, er staat een meter of 12, ja, 15. Maar ik bedoel, het is niet onmetelijk diep of zo. Nee, absoluut niet. Noordzee is een ondiepe. Het is geen oceaan. Nee, Noordzee is een ondiepe zee. Maximum, zeg maar, aan de noordkant een meter of 200. Ja. En dat was het gebied waar, dit, waar dus die toendra stopte. Want dat zei ik je in het begin, dat ijs zat tot het water was tot 200 mm-hmm. meter gezakt. Hoe dan ook, hier die grote strandwallen die werden gevormd. En we hadden natuurlijk, doordat er meer water kwam, kreeg je ook een ander klimaat, kreeg je een zeeklimaat. Warme lucht die vanuit het zuiden kwam, in contact met koude lucht. En dat hebben we nog heden ten dagen gezien botsen. Krijgen we enorme natuurkundige processen, krijgen we fronten, troggen, stormen enzovoorts. En die hadden mm-hmm. we toen ook. En de eerste grote storm die we hadden, die genoemd werd, die enorm veel invloed heeft gehad al op de vorming van dit gebied, was in 857. Toen kregen we een enorme hoge stormvloed, was in 1014. Ik weet niet zeker, maar ik heb eens horen vertellen dat 1014 mede te maken had met een inslag van een asteroïde in de Atlantische Oceaan, ongeveer 500 kilometer uit de noordwestkust van Noordwest-Spanje. En dat er gesproken werd in West-Europa, Engeland en onze kusten, zelfs op de Amerikaanse-Canadese kust, van een tsunami. Oké. Hoe dan ook, door dergelijke hele hoge waterstanden met heel veel wind ging de situatie ook veranderen. En 1014 was de eerste aantasting eigenlijk van die strandwallen. Maar ze braken nog niet door. Pas in, ik meen met de Sint-Hubertusvloed, was ook zo'n grote dat vloed. Dat was in de 12e eeuw. Begon de doorbraak te komen, dat er echt de doorbraak dat die strandwallen braken, dat eiland, oh, laat ik zeggen, Texel, eiland, Vlieland. Vlieland was lang gerekt, was een lang eiland. Was net zo lang als de Schelling geweest is, zo'n 31 kilometer. Maar met een hele grote nederzetting
aan de westkant, dat heet de West-Vlieland, waar ze op het wat veen hebben gedolven. Daar haalden ze turfstekerijen weg, dat was ook vaart van die streken. Okay. Toen kregen we een grote doorbraak hier. En dat werd het stortemelk en het vlie. En wij zaten eigenlijk, wij waren, en daar kom ik direct op terug, een verlengde van de noordelijke arm van de Rijn. Dat was de IJssel. Dat was een hele belangrijke rivier voor ons. Die noordelijke arm was eigenlijk de belangrijkste arm van de Rijn. Veel belangrijker dan het oude gedeelte. Wat in Katwijk aan Zee terecht kwam. Ja, naar buiten kwam. Maar hoe dan ook. Om terug te komen. We hadden dus Vlieland. We kregen Terschelling. Terschelling was inmiddels aan elkaar gekomen. Het westelijk gedeelte. Dat was Schellingen. En het oostelijk gedeelte. Die waren in het jaar 1050 zijn die aan elkaar gekomen. Okay. Toen was het eiland ongeveer 17, 18 kilometer. Toen hadden wij nog het stuk waar het Koggediep is. Dat is jou ook wel bekend. Ja, waar dat in zat. Daar gingen ook de zeeschepen, de Koggen naar buiten. Vandaar het Koggediep. Ja. En dat is later verzand. En toen is dat bos, die bosplaat, die is aan Terschelling gekomen. En uiteindelijk hebben wij dat hele bosplaatgebied erbij gekregen. Maar dat is pas van de laatste twee eeuwen, toch? Dat is pas van de laatste, ja, eigenlijk 150 jaar. Ja. En het grote eiland, de Schelling, was toen 31 en dan zijn we nu weer, zeg maar, 29, 28, 28. Ja. Dit was het weer voor deze week. Vond je het leuk? Geef ons dan zeker even een duimpje. Heb je zelf nieuws of een leuk item? Mail ons dan op info@terschelling.tv of laat een bericht achter in de comments. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op de Schelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En volg ons zeker ook op de socials. Wil je nog meer Terschellinger nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad de Terschellinger en ga hiervoor naar deterschellinger.info. Leuk dat je keek, fijn weekend en tot volgende week.